KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom bij de eerste speelronde van de E-divisie 2017-2018. Tony Kok tegen Tom Heijnen. En dit is het team van FC Twente, van Tony Kok. Maar liefst 5 icons. Wat een team is dit. Gullit, Vieira, ze zijn er allemaal. En Vieira is ook aanwezig in het team van Tom Heijnen, van Roda. Ook hier 5 icons. En wat een teams. Mijn naam is Koen Wijnand en naast mij zit Raoul FC Rouli. Wat een teams, Raoul. Ongelooflijk. En dat je dan hiermee begint. Allebei 5 icons. Ronaldo, Bale zie ik een paar keer voorbij komen. Ja, het is echt niet normaal. Helemaal aan het begin van de game. Bijna niemand heeft überhaupt nog Ronaldo. En zij hebben gewoon Ronaldo en een aantal icons. Meteen de eerste overtreding van FC Twente. Tony Kok meteen licht in de problemen. Vrije trap voor Tom. Nieuw gezicht, Tony natuurlijk. Goede aanwinst voor de E-divisie. Iedereen is benieuwd wat hij gaat doen. Oef. Een goede vrije trap daar van Ronaldinho al direct. Heb jij hoge verwachtingen van hem? Van Tony? Van Tony, ja. Van Tony heb ik zeker hoge verwachtingen. Ik denk dat hij absoluut top 5 gaat halen. Of hij echt die top 3 kan bestormen. Het daar niet moeilijk kan gaan maken. Natuurlijk de ongeslagen kampioen van vorig jaar. Dat moet blijken, maar hij heeft torenhoge ambities natuurlijk. Als het team zal het niet liggen in ieder geval. Als het team zal het niet liggen. Nee, Tony natuurlijk een van de 2 Nederlanders op het WK afgelopen jaar in Londen. Zeker. Niet heel goed gegaan daar. Nee. Dat dan weer niet. Dat kunnen we misschien beter achterwege laten. Nou, trouwens, het is handig om dat wel te bespreken. Laatste geworden van zijn pool. Ja, maar goed, hij was er wel natuurlijk. Hij heeft het daar inderdaad helemaal niet goed gedaan. Ging helemaal niet naar wens. Werd zelfs echt afgedroogd. Maar goed, hij stond er wel. Hij en Dani, de enige 2 Nederlanders die daar in Londen op de FIWC waren. Dus het is toch een van de kanshebbers hier. Dit is trouwens de eerste grote kans voor Tom. Zo! Dit is heerlijk gedribbeld van Ronaldo. En dan gaat die bal er alsnog gewoon in. Het is 1-0. Ronaldinho is het, denk ik, die hem maakt. Wat een rare goal, rare dribbel was dat ook van Ronaldo. Een zijwaartse dribbel zonder dat de tegenstander echt iets kon doen. En dat is ook misschien wel een beetje kenmerkend, deze FIFA. Dat het verdedigen gewoon een stuk lastiger is geworden. Hij was helemaal los. De spelers hebben zelf ook nog niet extreem lang gehad om te oefenen. In tegenstelling tot vorig jaar, waarin wij in de tweede seizoenshelft pas begonnen met het opnemen van de E-divisie. Ja, klopt. Toen was de game natuurlijk al een half jaar uit. Nu is het voor iedereen nieuw. Deze wedstrijden zijn inderdaad opgenomen toen de game net 1-2 weken oud was. En ja, we zijn heel erg benieuwd of Tony hier nu goed op gaat reageren. Want wat een begin voor Tom Heijnen. Die hebben we eigenlijk nog helemaal niet echt behandeld. Maar Tom, een jongen die toch vorig jaar goed in de subtop meedraaide in de eerste E-divisie, is uiteindelijk, denk ik, 7e, 8e geworden. Uit mijn hoofd weet ik het niet. Volgens mij heeft hij in ieder geval de tweede seizoenshelft ontzettend goed gedaan. Is 5e geworden vorig jaar. 5e zelfs nog. 5e. Kijk. En vooral de manier waarop hij het seizoen afsloot was echt geniaal. Hij won de laatste speelronde heel ruim van Paske, weet ik nog. Dus hij kan uithalen. Aanvallend is het een geweldige speler. En hier doet hij het wederom. 0-2. Heerlijk rondgetikt. Het verdedigen, dat ontbreekt gewoon bij Tony. Wauw. Het is al 2-0, joh. Als jij Gerrit Bill zoveel ruimte achterlaat. Dat kan ook niet. Dat kan niet. En Tony, die verblikt of verbleekt niet. Gewoon dezelfde gezichtsuitdrukking. Toch een stukje professionaliteit wat dan komt kijken. Ja, dat is knap. Hij blijft wel heel rustig. Hij is natuurlijk ook door de wol geverfd. Ervaren is een jongen die al heel lang meegaat in de top van de Nederlandse FIFA zien, is dus niet zo heel snel van de wijs te brengen. Maar dit is toch echt niet het begin van zijn debuut dat hij zo voor ogen had gehad. Nee, natuurlijk wel iets om aan te halen bij Tony. Heel veel gedoe geweest afgelopen zomer. Lekker dat hij eindelijk bij een club zit en dat hij nu kan gaan proberen prijs te gaan pakken in Nederland met de E-divisie. Ja, maar voorlopig is het vooral Tom Heijnen dat meerdere malen aan de bal is. En Tony heeft nog geen schot op goal gehad. Ja, je noemde het al even. Hij had natuurlijk inderdaad die transfer naar PSV gemaakt. Was dolblij dat hij daar zat. Door een aantal tweets, door wat domme dingetjes uit zijn verleden. Daar direct weer ontslagen. En wat is hij blij dat hij nu namens Twente, toch ook een grote club in Nederland, toch die E-divisie kan gaan spelen. En dan begin je zo. Goed, kijken hoe hij zich kan gaan herstellen in het restant van deze wedstrijd. Dit ziet er goed uit met Sadio Mané. Dat is volgens mij die speciale kaart van Mané, hè? Die player of the month Mané kost wel wat. Ik vind het zelf geen hele goede speler. Maar als je zijn statistieken kijkt en de manier waarop hij vorig jaar speelde, zal het dit jaar denk ik veel beter zijn. Trouwens, wat jij noemde, Tony heel blij dat hij voor Twente uitkomt. Ik denk ook wel dat supporters van Twente heel blij kunnen zijn met Tony. Absoluut, absoluut. Ja, zeker als je het vergelijkt. Toch, vorig seizoen hadden we daar Jamie van der Boogaard. Werd 17e, als ik het goed heb. 17 inderdaad. En ook niet echt een jongen waar je als Twente supporter echt jezelf in kan vinden, denk ik, heel snel. Tony is een goede jongen. Tony is een heel goede speler vooral. En wat je zegt, daar moet je als Twente supporter hartstikke blij mee zijn. Want hij gaat je gewoon zeker in de subtop top van die E-divisie brengen. En hoe hoog die gaat eindigen, ja, daar hebben we misschien na vandaag of na speelronde 3 of 4 een beter beeld van. Ja, en als het de eerste seizoenshelft echt heel erg tegenvalt, krijg je misschien wel de eerste vrouwelijke E-divisie.
Dat kan ook nog. Ze hebben een heel team daar, hè? Emre hebben ze daar natuurlijk. Die gaat volgens mij in principe de tweede seizoen zelf spelen. Maar inderdaad, ze hebben daar ook Laura nog. Ah, nooit. Ja, dat zou wat zijn, hè? Ja, wie weet. Het vrije trapje in ieder geval voor Tony. De kans om zijn eerste doelpunt te scoren. Als je ook de statistieken kijkt van sommige spelers die hij heeft. Tja, het is ongelooflijk. Ruud Gullit, laat het aan Petit. Ik denk niet dat Petit gaat schieten. Dat is aanvallend niet de sterkste speler. Wel een van de weinige linkspoten in zijn team. Maar het wordt, maar nemen het overstapje. Petit geeft hem dan aan Mbappé. Rand 16, bal terughalen. Goed verdedigd door Tom Heijnen. Half uur gespeeld en echt Roda. Geen veldje aan de lucht. Wat we zien bij Roda is dat hij gaat voor Ronaldo en Bill. Terwijl Tony kiest voor Mbappé en Neymar. Is het denk je verstandiger om één icon te verkopen en daarmee dan Ronaldo een beeld te halen? Ja, Ronaldo is voor mij wel echt iemand. Als je zoveel geld uitgeeft, dan moet je Ronaldo ook gewoon in je club hebben. Ik bedoel, Neymar en Mbappé, als je die twee verkoopt, dan heb je ook al bijna een Ronaldo, denk ik. Zo'n Petit. Ja, die valt toch wel te vervangen door een niet-icon. Door een Nainggolan bijvoorbeeld. Het is lastig om die erin te verwerken natuurlijk. Het is lekker dat Petit met iedereen linkt. Maar de wijze waarop hij speelt, 4-4-2. Ik heb niet gezien dat hij wisselt in-game trouwens. Nee precies, maar dat is ook zo. Je kunt één wisseltje doen en als je toch met 4 icons speelt, nou ja goed, dan gaat zo'n Nainggolan ook alsnog wel wat chemistry pakken. Het is inderdaad heel opvallend. Heel opvallend dat je dan met Neymar en Mbappé gaat spelen. Mbappé die hier weer doorheen probeert te komen. Maar een echt schot op doel hebben we nog steeds niet gezien van Tony. En de eerste helft zit er bijna op. En ik heb ook nog nooit iemand bij FIFA 18, nou, zoals jij net ook al zei, het is nog niet zo heel lang uit, zo goed zien verdedigen als Tom. Ja, terwijl dat toch juist altijd zijn grote Achilleshiel was. Aanvallend is het echt altijd eigenlijk een wereldtopper geweest. Onderschat dat niet. Hij komt van de PC, is iemand die gewend is om heel snel aan te vallen. Heel snel, à la FIFA 18 juist, met dat korte tikwerk proberen aan te vallen. Maar verdedigen, dat was altijd zijn zwakste punt. En grappig dat dan nu inderdaad bij een spel waarin verdedigen juist als een van de lastigste dingen wordt beschouwd, nu in één keer Tom aan het... Aan shine is. Ja goed, hij heeft natuurlijk, wie heeft hij achterin staan? Hij heeft daar Ferdinand en Maldini, hè? Die 92 rated Maldini. Dat gaat ook nergens over. Nee, zeker niet. Probeer daar maar eens langs te komen. Ik, een Barry en een Smalling, die zijn volgens mij gewoon net zo goed als die twee. Ja, die Smalling, dit wordt iemand 3-0, denk ik, nee! Wat een kans voor Tom Heijnen. Ja, je zag even die reactie bij Tom. Hij is zwaar gefocust. Het zou toch maar 3-0 worden? Dat is toch ook... Als het 3-0 voor rust is. Poh, Jantje, stoppen we dan eigenlijk, Roelie? Volgens mij wordt er dan gestopt en mag de winnaar de moeder van de verliezer bellen. Om te zeggen dat hij een Jantje heeft gekregen. Tenminste, dat is wat wij vroeger hadden deden. Ik heb het er geprobeerd doorheen te duwen bij de E-divisie. Ja, ik denk dat het daar toch een iets te serieuze competitie voor is. Het zou wat zijn. Het is sowieso gewoon vernederend. Dat zal Tony ook zo voelen mocht het 3-0 gaan worden. Maar voorlopig is het natuurlijk nog lang niet zover. Mbappé, vlak voor rust. Kan het dan 2-1 worden, aanzienlijk treffer? Wordt gedekt door Isco. En... Wel het eerste grote gevaar, maar het is rust. 2-0. En je ziet het aan de statistieken. 4 schoten tegen 1. Tom is gewoon op dit moment een klasse beter. Gaan we dan wissels zien bij Tony? Hij wisselt in ieder geval van opstelling. Ik vraag me af wat zijn go-to formation is als hij beter gaat. Hij speelde normaal dus 4-4-2. Het wordt 4-5-1. Is dat een aanvallende keuze? Ik vind het op zich een redelijk aanvallende formatie. Het is eigenlijk gewoon 4-3. Eigenlijk lijkt het heel erg op die 4-3 flat. Dat je ook die drie middenvelders bij elkaar hebt staan. Maar dan gewoon veel breder en wijder. Het is wat breder, ja. Goed, zo heel veel verschil zit er ook niet in die formaties, ja. Nee, klopt. Elke formatie is dit jaar redelijk gebalanceerd. Erg fijn om te zien natuurlijk. Het is maar net welke speelstijl jij hanteert. Ik weet dat ik vanuit mezelf heel fijn vind om via het midden goed te combineren en compact te spelen. Maar ik denk dat juist met een wedstrijd waarin het niet heel open ligt, de ruimte op de flanken veel meer benut moet worden. Ja, nee, zo is het ook. Als je er gewoon niet doorheen komt, dan moet je wat anders proberen. En dan moet je inderdaad gewoon naar zo'n brede formatie gaan. Het is overigens wel meteen weer Tom Heijnen die in balbezit is. Met hier Boateng, Vieira. Dit ziet er meteen weer goed uit. En het is weer gevaarlijk. Het is 3-0. Ronaldinho. Het is 3-0. Tweede doelpunt van die icon Ronaldinho. En als je kijkt, was dat Alexandro op linksback. Hoe die meeliep met Ronaldinho. Poh. Dat was niet best. En Tony moet nu toch... Nou ja, zal het paniek zijn. Hij moet toch in elk geval bijzonder gefrustreerd zijn. 3-0, vlak naar rust. Wie had dat verwacht? Want mensen die de scene een beetje kennen, weten dat Tony een van de grote favorieten is. Maar die moet hier echt uit gaan kijken dat hij niet tegen een oorbassing oploopt. Tony ook door de meeste kijkers van E-divisie uitgeroepen tot een van de kanshebbers? Dit is 3-1, nee. Absoluut, dat is net ook zo. Net te kort. Dat is ook zo. Dat is die ook. Niet voor niks. Een paar keer Nederlands kampioen geweest. Dat is al een aantal jaren geleden. Het was echt in de tijd dat ik zelf natuurlijk ook op mijn piek zat.
Dat waren de gloriejaren eigenlijk voordat de scene echt heel groot bekend was bij het grote publiek. OG. Maar dit is... Is dit de 0 tegen 4? Wow! Hij heeft er heel veel zin in, Tom. Wow! En Patrick Vieira. Heb je die ooit zo zien schieten? Nee, hij werd nog aangeraakt, maar ja, best wel kansloos dat Buffon die niet had. Ongelooflijk, het is 4-0. Ik weet niet goed wat we hier meemaken. Ik zie Tom daar, die zit een beetje te trillen. Die weet zelf ook nog niet helemaal wat er gebeurt. Als je op deze wijze kan beginnen in de E-divisie, door gelijk een van de kanshebbers, nou, best wel een beetje... Je mag het zeggen. ...te vernederen. Ja. Met een 0 tegen 4. En ook gewoon niet zozeer van, hey, dat is nou geflatteerd. Dat had er ook anders kunnen zijn. Absoluut niet. Hij domineert gewoon. Hij domineert. Hij bombardeert zichzelf hier, denk ik, tot een van de favorieten. Dat kun je toch niet anders stellen? En hij gaat lekker door. Hij gaat gewoon door, ja. Hier is weer Ronaldinho. Die is echt niet te stoppen, hoor. Poeh, nu toch wel even afgestopt. En Tony, uur gespeeld. Moet rustig blijven. Moet, hoe moeilijk dat ook is, rustig proberen die bal te laten gaan. Niet te vervallen in eindeloze sprints met de bal aan de voet. Maar gewoon dat balletje laten gaan. En kijk eens hoe kalm Tom hier blijft achterin, zeg. Zelfvertrouwen, hoor. Echt, hè? Ik zit rustig achterover inmiddels. Waar je Tony natuurlijk nog gefocust naar voren ziet. Nainggolan. Leuk is dat Tom ook twee van de vier spelers heeft die de El Tornado kunnen. Maar ik heb hem nog geen één keer zien doen. Nee. Cristiano Ronaldo en natuurlijk Roberto Carlos. Die hem ook kan, ondanks dat hij 3 sterren skill moves heeft. Hoe kan het? Waar slaat dat op? Ja, er zijn er nog een paar. Dat is Dele Alli en Griezmann. Heel apart. Wordt het hier dan al 5-0, zeg? Buitenspel, denk ik. Dit is heel erg zonde. Lekker afgemaakt wil dat Chippy. Oi. Maar Tom blijft doordenderen. Aanvallend is hij echt niet te stoppen. FC Twente. Met maar verdedigend ook vooral niet. Of tenminste... Ook niet. Tony komt er inderdaad op geen enkel vlak aan te pas. Petit Gullit. Dit is een schitterende aanval. Oh! 4-1 toch dan? Nee! Hij heeft alles mee zitten vandaag. Oh. En Tony heeft alles tegen zitten. Dat mag ook wel gezegd worden. Ja, als dit gebeurt in de 67e minuut, dan weet je dat het hem niet meer gaat worden. Dan weet je dat het ook gewoon niet mag. Maar dan de grote vraag. Gaat Tom de nul houden? Dat is inderdaad nu de vraag. Het lijkt mij toch wel dat als jij met 0 tegen 5 wint in de eerste ronde... dat ondanks dat er nog genoeg andere mensen zullen zijn die de eerste wedstrijd winnen... je op doel zal er wel heel grote kans hebt om deze speelronde af te sluiten als nummer 1. Zeker weten. Ja, 0-5 is het natuurlijk nog niet. Maar goed, dat zou zomaar kunnen als je het speelbeeld ziet. Er is nog even te spelen. Nou, daar gaat toch zeker toch wel een doelpuntje komen als ik het zo zie. Maar het lijkt niet alsof het aan de kant van Tony Kok gaat zijn. Nee. Tom, wat een bal is dit ook weer. Gewoon rustig in de verdediging. Wat doet Boateng? Heeft hij daar nou controleren op het middenveld? Boateng? Speelt hij aanvallend door Tony of is hij all-out attack en speelt Boateng nee, er met de volgende? Ik heb het over Tom. Kijk, die grote man in dat lichtblauwe shirt vlak voor de verdediging. Dat is toch echt Jerome Boateng? Of ben ik nou gek? Je ziet hem daar lopen. Als controlerende middenvelder. Dat is Boateng inderdaad. Nummer 19. Maar die heeft hij er dan ingewisseld, want... wij zien natuurlijk het scherm van Tony. Wij zagen wat voor wissels hij heeft ingebracht. Want Boateng speelde niet in de basis bij Tom. Nee, klopt. We zien niet alles gebeuren. En hij speelde niet in een formatie met een centraal verdediger middenvelder. Is hij naar 4-2-2 gegaan? Dat lijkt er wel op. Daar lijkt het op, ja. Maar dat is toch bizar. Dat is sowieso inderdaad de formatie waar Tom heel graag mee speelt. Maar Boateng als controlerende middenvelder... Heeft hij dat direct al gedaan? Of is dat pas gebeurd toen Tony op rust heeft gedrukt? Het zou kunnen. We zien zijn verdedigende blok eigenlijk bijna niet in beeld natuurlijk. Het is bijna alleen maar Roda geweest dat we hebben zien aanvallen. Maar het is iets opvallends. Ik ben benieuwd of we dat in het restant van de competitie ook nog steeds gaan zien. Maar Boateng dus vlak voor de verdediging. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een blok van 5 verdedigers. Alleen iets slimmer opgesteld, want ze staan niet in één linie. Lekkere voorstopper erbij in de vorm van Jerome Boateng. Precies. Ja. Wordt dit een kans voor Tony? Nee, er zit weer gewoon Ferdinand ertussen. Al die kale koppen daar, Roberto Carlos, Ferdinand, Boateng. Al die kale klatsen, die vormen echt een muur. Lekker. Bal lekker wegkoppen met je vleespet. Met je vleespet. Hier is weer Ronaldinho. Ja, je zei het al eventjes, die 5-0 hangt gewoon meer in de lucht dan die 4-1, hè? Nou, het is meer omdat Tony volgens mij nog steeds maar één schot op goal heeft gehad. Klopt. Even dat momentje was er zo'n 20 minuten geleden. Maar hij gaat hier echt met een grote nederlaag beginnen aan zijn debuutseizoen. Cristiano Ronaldo! Ja, dit is een... Dan valt hij door. Maar wordt het dan nog 0-6? Hier zien we denk ik die afgekeurde goal ineens nog even terug. Ik weet niet waarom dat is. Dat is denk ik een klein foutje van de regie. Dat was een afgekeurde goal die we eerder in de wedstrijd hadden gezien. Dit is in elk geval 5-0. Wel Ronaldo. En ja,
Het is... Het lukt gewoon echt niet bij Tony. Het lukt niet. Het is niet het begin waarop hij had gehoopt. Ik ben heel benieuwd wat hij na de wedstrijd te zeggen heeft ook. Tom loopt nu ook wel een beetje te dollen met de manier waarop hij rondpaast. Ja, wordt dit dan... Nee. Ja. Maldini doet uiteindelijk eens een keer waarvoor hij is opgesteld. Ja, maar hoe lekker voelt Tom zich, joh. Tom die zal ook met gewoon enige spanning aan deze wedstrijd zijn begonnen. Je weet gewoon niet hoe het gaat lopen. Nieuw seizoen, iedereen is ambitieus. Roda is ambitieus. Heeft natuurlijk aardig wat budget tegenaan geknald voor hem. Tony! Nee. Het zit gewoon echt niet mee. Het zit echt niet mee. Het wordt hem echt niet, hè. 10 minuten extra tijd, countertje, diep sturen met Bill. Ja, 0-6. Het moet 0-6 worden. Lange hoek ligt weer open, 0-6. Oeh, heeft terug, alles in het strafschop. Is dit... Nee. Nee, het is gewoon... Een cornertje. Oké, okay. Nou, goede tackle van Tony. Ja, goed gedaan. Mag ook wel een keertje 2 minuten blessuretijd. En dan zit deze wedstrijd erop tussen FC Twente en Roda JC. Tony Kok tegen Tom Heijnen eindigt in 0-5, Roelie. Ongelooflijk, lekker begin. Dit is wat wij gemist hebben de afgelopen zomer. Ja, ik sta hier naast een van de nieuwkomers dit seizoen. Tony Kok. En lekker binnenkomen dit zeker. Ja, het was niet heel best natuurlijk. Maar nee, hij heeft gewoon terecht gewonnen. Ik had niets te vertellen. Ja, je speelt tegen een gozer die vorig jaar goed was. Niet echt de top, maar wel zeker goed meedeed. Voelde het echt als een klap of kom je hier bovenheen? Nee, ik kom wel overheen. Want ik merkte gewoon aan mijn spel. Mijn passes kwamen niet aan. Mijn spelers deden gewoon heel raar. Mm. En misschien ligt het om, misschien ligt het aan mij. Ik heb geen idee. Maar... Incidentje. Ja, het liep gewoon even niet. 5-0. Dat is niet niks, hè? Ongekende cijfers, ja. Ongekende cijfers. Goede start van het seizoen, ja. Ik kan me niet beter wensen. Ja, kan niet beter inderdaad. 5-0 tegen Tony, wat sowieso een 0 houden tegen Tony is al moeilijk. En dan 5 om de oren leggen. Ik heb me extra erop gefocust, moet ik zeggen. Toen ik al 4-0 voor stond, ik denk ik ga gewoon volledig door nu. Ik ga deze keer niet inzakken. Nou gewoon echt door blijven gaan. Gewoon. Het is gewoon een potje FIFA, gewoon tot het einde strijden. Ja, is dat een fout die veel mensen maken? Dat ze denken, nou het is goed zo, we gaan even gas terug? Ja, normaal kun je met 4-0 wel wat rustiger aan doen. Maar ik wil nou echt gewoon echt... Het maximale eruit halen, ja. Precies. Okay. Niemand een ruimte gunnen. Ja, het is je goed recht, natuurlijk. Want als je dit soort resultaten neerzegt, dan ben je een hele grote speler. Dankjewel. Ja, het gaat lekker. Een goede start in ieder geval, ja. En denk je op dit moment, als je nu dit soort resultaten neerzet, dat het echt een kanshebber is voor de titel die jij bent? Ik schat mezelf zeker als kanshebber in. Ja, ik kom hier voor de titel. Ja, want vorig jaar draaide je goed mee, maar toch niet echt de absolute top. Dit jaar is het anders? Ik heb me proberen te verbeteren inderdaad. Je hebt mijn zwakke punten, vooral verdedigen inderdaad. Dat was echt dramatisch vorig jaar. Mm-hmm. Mensen onderschatten heb ik ook veel gedaan. Dus ik ben er nu gewoon eenmaal, ik ben verbeterd zeg maar. De zwakke punten heb ik me echt versterkt nou. Ja, vandaag zag het er goed uit en we gaan kijken hoe lang het vol blijft houden. Ik wens je succes en dan kijk hoe lang het gaat. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de Eredivisie.